Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn camera is een beetje wit, wacht even. Goed, dat is naar mijn idee ietsje beter. Ik heb hem even op auto gezet. Maar, het is vandaag vrijdag. Het is voor de meeste van jullie bijna weekend. Voor mij is het al een tijdje weekend. Ik ben namelijk, als je de afgelopen vlog hebt gezien, dan heb je kunnen zien dat ik niet helemaal lekker met mij is gegaan afgelopen week. Nog steeds niet. Ik heb nog steeds veel pijn. Wel minder. Ik merk dat de medicijnen nu wel een beetje gaan werken. Gelukkig. Dus daar ben ik heel blij om. Ik heb vandaag op mijn gemakje een beetje opgeruimd en schoongemaakt. En tussendoor eventjes weer gezeten. Ik moet alleen nog heel even gaan stofzuigen door mijn kamer halen. Ik heb alles lekker gestoft. En ik heb alles lekker een beetje Halloween gedecoreerd. Slash herfst. Overal staan pompoentjes. En paddenstoeltjes. En gewoon een beetje herfst vibes, want dat mag nu wel, vind ik. Ik vind dat de zomer nu wel echt voorbij is. In ieder geval, het is nu 4:08. Ik ga mijn kamer even stofzuigen. Ik heb zojuist de vlog geüpload voor morgen. En ik wil gaan proberen om weer dagelijks te gaan vloggen. Ik heb er zin in. Ik wil het weer gaan proberen. Kijken hoe het gaat. Ik heb trouwens vieze, enge, rode lipstick op. Die allemaal vlekken achterlaten. Dus dat ga ik er zo afhalen. Maar misschien dat er vanavond bezoek komt. Ik weet het niet zeker. Ik denk eerlijk gezegd zelf van niet. Maar ik weet het niet. Maar de date zou vanavond willen langskomen. Gewoon om lekker te chillen. Ik vind het helemaal prima. Ik vind het juist even gezellig. Beetje afleiding. Dus ja, ik weet niet. Ik heb er zin in ieder geval. Als die komt. Ik hoop het. Het zou leuk zijn. Maar ik ga dus even stofzuigen op mijn gemak. En dan daarna denk ik nog even mijn gemak houden. Ik ben een beetje aan het inkakken nu. Komt ook door de medicijnen. Dus alles rustig aan. Goedemorgen. Het is zaterdag. Het is 8:30 geweest. En een of andere gek is bezig. Met onkruid weg. Snijden met zo'n ding. Maar kleren is dat daar nu aan het einde van de straat. Ik kwam vanmorgen langs mijn huis. Terwijl ik mijn ramen open had staan. Wat een grote grap is dat te zeggen. Echt. Ik werd echt wakker met wat voor idioot doet dit nou weer. En ik wil uitslapen. Maar hou het uitslapen. Dus voor mij wel uitslapen. Oh, maar op deze manier gewekt worden is niet leuk. In ieder geval, ik ga naar beneden. Ik ga even wat koffie pakken, wat drinken pakken, denk ik. En ik denk dat ik gewoon nog even lekker in mijn bed ga chillen. Ik heb toch niet zoveel te doen vandaag. Niet zoveel op de planning, dus ik denk dat ik gewoon even lekker in mijn bed in ga. Er is trouwens gisteravond niemand langs geweest. Daarentegen hebben we gisteravond de hele avond zitten bellen. Dat was super gezellig. Echt tot nu of 11:45 of zo. Dat is echt leuk. Oh man. Ik zit echt op mijn apparaatstoel gisteren. Ik was dan helemaal aan het lullen. Maar goed, maar niet uit. In ieder geval, ik ga even koffie pakken en even wat drinken innemen, medicijnen innemen. En dan ga ik gewoon op mijn gemak lekker rustig wakker worden, want ik heb geen haast. Goedemorgen. Alles behalve goed. Het is de afgelopen 3 dagen niet echt goed gegaan met Cody, de hond. En de afgelopen 1,5 dag is het zo slecht gegaan dat het gewoon niks meer was. Hij lag daarnet ook gewoon alleen nog, maar zijn hartje klopte. Hij had niet meer, dronk niet meer, geen medicijnen meer, helemaal niks. Dus we hebben de dierenarts gebeld. Mijn ouders die zijn er nu naartoe. Hij leeft gelukkig nog toen hij hier wegging. Maar ze gaan hem laten inslapen. Ik had niet verwacht dat ik zelf mijn vlog zou doorzetten. Maar het hoort er wel bij en ik wil het graag met jullie delen, omdat het er gewoon bij hoort. En ik kan dan ook gewoon heel even mijn ding kwijt. Maar
Ja. Ik heb gelukkig steun van een vriend en van Ash. Dus dat is fijn. Maar ik trek het heel slecht. Er loopt nu gewoon niks meer rond hier. Niks. Dat vind ik gewoon vet kut. Echt hoor. Oh jongens, wat was het een drama de afgelopen 3 dagen zeg. Ik heb net nog bij hem gelegen. Maar dan gaat hij hier, de schone heel kruw. Het gaat hier levend de deur uit. Ze gaan vanuit de dierenarts gelijk door naar het crematorium. Dus ik zie hem überhaupt niet meer. Dat vind ik nog het ergst. Ik ga vanmiddag met een vriend even naar de dierentuin. Het was al gepland, maar ik wil dat gewoon wel door laten gaan. Want ik wil en hem heel graag zien. En ik wil er gewoon even uit, anders word ik gek. Mijn moeder zal de hele dag van slag zijn, mijn pa ook. Dan moet ik er gewoon even uit, anders word ik helemaal ruk. Ik ben gelukkig morgen en dinsdag nog vrij. Dus daar ben ik wel blij om. Oh man. Jesus Christ, hè. Wat is dit kut? Goed, ik let niet op mijn gezicht. Ik zie er niet uit. Maar ik ben net wakker en ik ga deze vlog eindigen en editen. En een ochtendroutine starten. Dus zo gezegd, zo gedaan. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En ik zie je heel erg snel weer bij een nieuwe vlog. Het gaat trouwens nog steeds niet lekker met me. We gaan vandaag de huisarts bellen. En dan kijken wat we verder gaan doen. Ik heb nog steeds heel veel pijn. Maar goed, tot de volgende video. Doeg!